Dames en heren, welkom bij de spectaculaire Mossel Challenge met niemand minder dan Donnie, Katja Schuurman en Lili de Bunk. Oké, spannend. De Mossel Challenge. Je krijgt zo meteen van mij 15 minuten de tijd om het gerecht te bereiden. En in die tussentijd mag ik je lastig vallen met een aantal challenges. Ik dacht dat de challenge was om de mosselen te maken. Nee, let's go. Nou, ik begin gewoon eigenlijk heel simpel met het snijden van een aantal ingrediënten. Oké, nu al stress. De eerste challenge is, jij moet het geheime ingrediënt toevoegen. Bier. Ja, wauw. Je moet je mes moet je laten dansen. Moet je dat niet ook meebewegen? Dennis Wayne zingt een hoek met Shania Twain. Nou, moet ik zeggen dat ik wel blij ben dat jij naast hem staat en niet Freek. Want die wordt altijd heel erg nerveus van hoe ik snijd. Ik word helemaal niet nerveus van jij snijdt. Okay. Het is tijd voor challenge, Eline. Oké. Okay. Ja, je moet stoppen met koken ondertussen. Maar dat gaat niet. Ja, dat gaat wel. Is dat mossel het meest duurzame dierlijk eiwit dat je kunt eten? Meer dan bijvoorbeeld een garnaal? Ja. Goed zo. Wat is het? Ja! Oei. Loop tijd. Het is niet verbrand. Het is gekarameliseerd. Het is mooi verbrand. Hé, wie had er gedacht dat ik kon koken eigenlijk? Ja. Ik heb nog niet. Het is tijd voor challenge nummer 3. Ja, die nog niet. Ik kan ook niet eens niet blind de mossel laten. Maradoni en Dennis Wening zijn bezig met de mossels. Maradoni en Dennis Wening zijn supergoed met de hossels. 2, 1. Nou zeg. Ik ga hem even proeven. Ja? Nou. Ja, ik zou het zelf bijna zeggen, die katje.